Carola, wat vond jij van het afgelopen Haagse sportjaar? Ik denk dat we een mooi jaar hebben beleefd. Als je ziet wie er vanavond genomineerd zijn als sporters en sportploegen van het jaar, denk ik dat we trots mogen zijn op Den Haag. En als je dan nog erbij neemt dat we het zo'n groot evenement als WK Hockey hebben mogen organiseren en heel succesvol is geweest, denk ik dat we trots mogen zijn op Den Haag. Wie zijn voor vanavond jouw favorieten? Als ik dan de heren, weet ik niet zo heel erg goed, maar bij de dames is het toch wel Naomi van As. Ik vind dat terugkomen na zo'n zware blessure, ik weet zelf hoe dat is, en dan wereldkampioen worden, nou, een diepe buiging. Ja, ik denk gekoppeld aan het WK Hockey dat Naomi van As een hele goede kans maakt. En ik denk dat ze het ook, als ze het wint, dat ze een terechte winnaar is. En als je naar jouzelf kijkt, wat zijn jouw wensen voor dit jaar? Dit jaar weer zoveel mogelijk winnen. We willen nationaal kampioen worden. We willen Europees kampioen worden met clubteams. En we willen het Premium 12 toernooi winnen met het Nederlands team. Fred Zuiderwijk, het Haagse sportjaar. Wat betekent dat voor jou? Wat zijn de hoogtepunten geweest? Je hebt het over 2014, neem ik aan. Daar zijn we hier voor. Dan is het absolute hoogtepunt voor mij het WK Hockey. Van het waanzinnig goed geregeld. Een waanzinnig visitekaartje voor de stad. En ja, als je dat zo ziet, dan kan eigenlijk niks. Dan kan je helemaal, als Hagenees kan je daar trots op zijn en alleen maar heel blij van worden. Ik ben al meer dan 20 jaar als een van de beste clubs in Nederland. We hebben heel veel Nederland kampioenen, Europees kampioenen, wereldkampioen, wereldtitelhouder voorgebereid. En Den Haag als een taekwondo stad in de kaart gezet. Afgelopen jaar hebben ze tijdens de EK, dat was het begin juni, hebben ze het geweldig gedaan. Sterk deelnemersveld, heel veel sterke teams komen uit Europa. En ze hebben het allemaal mooi geflikt om eerst te worden in Italië, Sardinië. Een maand later was het minder hier op de Grand Slam. Zijn ze negende geworden. Negende, zeventiende. Daartussen. En ja, daar waren ze erg teleurgesteld over. Maar we zeggen maar zo, een slechte generale. En komend jaar willen die meiden echt voor een hogere notering gaan op de WK. Tony, wat een avond. Ja, het was een grote eer om deze sportprijs te hebben gewonnen. Ik ben daar echt heel blij mee. Je hoort dan niet de vragen van had je het verwacht, maar ik ga het toch doen. Want je had natuurlijk aardig wat concurrentie. Ja, de concurrentie was hoog. En of ik het had verwacht, het was er echt tussenin. Ik had ook echt een hele grote kans verwacht bij de ADO-voetballer. Dus het was wel een kikke verrassing om te horen dat ik heb gewonnen.